Goedemorgen, welkom bij dag 19 van Vlogmas. Het is 4:30. Ik ben al wakker vanaf 3 uur, ik kon gewoon niet meer slapen. Ik ga nu de vlog van gisteren op uploaden en dan ga ik nog even proberen te slapen. Maar een beetje aparte nacht gehad, weinig slapen, dus ik ben echt heel moe. Dus ik zie jullie straks. Goedemorgen, het is nu hoe laat? Het is 9:50. 9:50. Ik heb toch nog even geslapen. Van 6:30 tot 9 denk ik. Tot 9:50. Ik ga nu even ontbijten. En gaan zo lekker de kerstboodschappen doen. We moeten nog wat andere dingen doen. We moeten nog even naar de Senos. Want we moeten nog overal 2 borden van bij. Want we kwamen erachter dat we niet alleen bestek te weinig hadden. Maar ook borden. Morgen hebben we 2 verjaardagen en voor de rest even niks. En ik denk dat we zondag de kersttafel gaan opmaken. Waarom vibreert mijn phone alweer? En voor de rest even ontbijten. Daar was ik weer. Ik heb me opgetut, haar gedaan. En ik wil even laten zien wat ik aan heb. Ik heb weer mijn geruite blouse aan van de Weekamp. Het hemdje is van de H&M en de rok ook. Het is zo'n kokerrok. En gewoon een legging. En dan doe ik zo meteen mijn zwarte schoentjes aan. Ik ga mijn make-upje laten zien. Heel simpel. Een beetje smoky eye. We gaan zo boodschappen doen. Zo, daar was ik weer. We zitten in de auto. We gaan nu boodschappen doen. We gaan eerst de kerstboodschappen doen bij de Albert Heijn. En daarna gaan we... Oh, ik hoorde dat we gaan eerst naar de Action. En dan kerstboodschappen doen. En dan straks moeten we nog even de stad in voor een paar dingen. En dan lekker chill. Dus lekker druk dagje vandaag. Daar was ik weer. We zitten in de auto. We hebben net de kerstboodschappen gedaan. Kijk. Hele achterding ligt vol. We hebben de waterglazen en de longdrinkglazen kunnen halen. Van de Albert Heijn actie met de bonnetjes. Want iedereen heeft voor ons gespaard. We zijn nog even bij de slager geweest voor wat lekkers voor op een toosje. We zijn nog even bij de Lidl en bij de Action geweest om wat dingen te halen. Nu gaan we lekker naar huis, de boodschappen uitpakken en dan gaan we even lekker een broodje eten. En kijk, Molly. En dan gaan we nog even de stad in, want we moeten nog meer doen. En zo is het een hele drukke vrijdag. Zie jullie zo meteen. Daar was ik weer. We zijn net thuis uit de stad. We hebben echt heen en weer gevlogen en gerend en gekocht en gedaan. En... Ik ben heel erg moe, zodat ik niet heb gevlogd, want ik was mijn camera vergeten. Dus nu gaan we even lekker chillen. We gaan zo meteen lekker overfrietjes eten met wat lekkers erbij. En dan wacht op mijn pakketje. Oh, mijn lip liner van Soar van MAC komt binnen. Ik ben echt heel benieuwd. Dus dat zijn we een beetje aan het doen. Nog 1 cadeautje inpakken. Nog 1 cadeautje halen en nog een paar boodschapjes en dan zijn we klaar. Yay. Dus, en straks natuurlijk salsa dansen. Daar was ik weer. We hebben net gegeten. Ik viel helaas niet zo lekker, dus ik heb een beetje buikpijn. Het is nu 6:10. En met een 3 kwartiertjes gaan wij richting Sandy en Robin. Want Sandy en ik gaan dansen. Salsa dansen. Dus, ja, en voor de rest weinig. Mijn Mac is er nog. Mijn Mac potlood, lippotlood is er nog niet. Dus dat is altijd even wachten. Nee. Ja, verzest. Ik heb het eerste boek van mijn boekenserie uit. Ik ga nu in deel 2 beginnen. Superleuk. Dus... Nee, ik ben eigenlijk al begonnen in deel 2. Ik kan het beter zeggen. Wel heel leuk hoor. Lekker boek. Lees lekker weg. Dus echt een aanrader. Hoi, daar was ik weer. Ik ben weer thuis van salsa dansen. Dat was weer echt superleuk. Nu even 2 weken vakantie. En dan gaan we weer verder. En... Ja... Hij is weer. Dus ik ga hem even uitproberen en dan laat ik het jullie zo zien. Zo, ik heb hem even opgedaan. Het is echt een super mooie, ja, bruin tint. Ik vind hem echt geweldig. En het is echt alleen het lippotlood. Oh, andere kant. Het is echt alleen het lippotlood van MAC. Het is Soar. Heel eerlijk, hij is echt moeilijk te krijgen, want iedereen wil hem natuurlijk hebben. Het is de lipkleur van Kylie Jenner. Ik zal nu een foto laten voorbij komen van de... Dus ja, het is echt een super mooie kleur. Heel erg nieuw. Ja, niet echt nieuw, maar het is echt
is een hele aparte kleur. Kijk, je kan het in dit licht slechts zien, maar morgen zal ik het goed laten zien. Trouwens niet morgen. Ik ga zo lekker even mijn make-up eraf halen. Dan ga ik editen deze vlog. En dan... ja, het is 9:15, maar wij gaan op tijd naar bed. Dat is echt heel moe, want ik was natuurlijk heel vroeg op. En dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe vlogmas. Bye!